Keizer, jij bent weer helemaal goed, heb ik begrepen. Ja. Je bent helemaal hersteld. Nou, de dokter die heeft dus een fiat gegeven dat ik weer mag spelen. Goed. Voel je je helemaal goed nu? Ik voel me prima. Hoe is je conditie? Die is ook goed. Ook conditie, goed. Ja. Je dan traint dus, regelmatig? Ik train regelmatig. En morgen begin ik dus met 2 keer op een dag te trainen. Om in topconditie te komen. Dan kan ik beginnen. Piet, voel je nou als je speelt nog ergens een hindernis dat je zegt, het gaat toch nog niet. Ik ben een beetje bang of zo. Of heb je dat helemaal niet? Nee, bang ben ik. Bang zal ik niet zijn. Maar misschien met koppen. Dat moet de tijd leren, maar hoe dat gaat. Ja, maar je bent nooit zo'n fenomenale kopper geweest, vind ik. Hè? Nee, je hebt altijd wel je koppie gebruikt, maar om nou het hoofd stevig onder die bal te zetten, dat was nooit jouw voor. Dat deed je niet zo vaak. Ja, daar had ik het niet op. Nee. Nou is het vandaag bij Ajax dus fantastisch gegaan. Maar ik was eigenlijk een beetje bang, Piet, dat ze te veel op jou zaten te wachten. Ja, die indruk heb ik, wat de mensen dus zeiden, dat vond ik niet zo leuk ook. Dat ze het al door zeiden van, nou, als jij komt, dan gaat het weer beter. Nee, dan krijg je een beetje te zware druk, hè? Dat is nonsens. Ja, dat is nonsens. Eén man kan het tenslotte ook niet doen, hè? Als dat hier gebeurt, dan is Ajax een derde klasse geworden. Ja, dan zijn ze van één mannetje afhankelijk. Dat is dus... Goed, Piet, mag ik jou heel veel succes wensen en nooit meer zo'n ongeluk. Dank u wel. Bert Teunissen. Ja, Bert, je bent op een heel wonderlijke wijze in het nieuws. Jij wil naar de... Young Boys in Bern. In Bern. Hoe ben je er eigenlijk mee in contact gekomen, Bert? Nou, de Young Boys die zocht een speler en is zodoende via de krant en alles op mij gekomen. Hè? Ja, ja. En zodoende zijn ze met de heer Vergelder in contact gegaan en die heeft toestemming gegeven om terug naar Young Boys mag. Ja. En nu dan heeft de KNVB daar een stokje voor gestoken. Ja, ja. En dat loopt dus een kort geding en daar mogen wij dus niet over praten. Zaken die dus in behandeling zijn, daar praat je niet over. Nee. Bert, moet je eens luisteren, ligt alles voor jou klaar daar in Zwitserland? Kun je ergens in een huis, in een baan stappen en zo? Ja, alles ligt klaar. Huis staat klaar, is aan de rand in de bergen van Bern dan. Zo, alsjeblieft. En ik krijg een grote als handelscorrespondent van de Unilever daar, van Hollands correspondent. Ja, ja. Dus ik krijg een hele goede baan. Lekkere baan. En mijn toekomst ligt dus en mijn financiële basis van voetbal ligt ook dus stukken hoger dan hier. Hè. En is het zo dat je graag bij PSV weg wil? Dat is het nee, dat is het niet. Nee, maar de heer Vergelder zegt het tegen mij. Dus je kunt je positie, je levenspositie verbeteren. Dus je moet die kans waarnemen. Hè? Ja. Ja, het is bijzonder. Het enige wat mij opgevallen is bij dat korte geding, dat is dat die advocaat gezegd heeft, advocaat die dus de belangen van de KNVB daar stond te behartigen. Bert Teunissen die heeft tegen Citadia 5 doelpunten gemaakt. Het zou toch wel bijzonder onvoordelig voor de club zijn die na Citadia komen. Als hij dat, maar dat waren de eerste 5 doelpunten in de competitie de die je maakte. Ja. Die wedstrijden daarvoor had je geen doelpunten gemaakt. En nou geloof ik... ik heb tegen Irak, tegen was het, vorige week. Heb je nog weer? Tegen Telstra. Heb je nog weer gescoord? Ja, maar goed, dat argument, dat vind ik... Hè? Oh, dat vind ik ook een zwak argument van de KNVB. Ja. En ik geloof ook niet dat de rechter daar rekening is. Laten we daar niet in treden. Het gaat jou niet alleen om een positie als voetballer daar, maar om een maatschappelijke positie. Hè? Ja, ja. En dat is, neem ik aan, bijzonder belangrijk. Voetballen vult niet je hele leven, maar het werk wat je gewoon vindt, wat je gewoon gaat doen voor je brood, dat is het tenslotte. Ja, dat is voor mij belangrijk. Dat is het belangrijkste. Ja. Dus ik hoop, ik mag er eigenlijk niet op vooruit lopen. Maar ik hoop ergens toch, gezien juist die maatschappelijke achtergrond, dat jij je zin krijgt. Ik hoop het ook. Hè. Goed, dankjewel jongens.